In februari 2016 verschijnt Danny M. op de radar van justitie... als er twee auto's voor zijn huis in Nijmegen aan de hecht Dambroek in brand worden gestoken. In de nacht van 1 op 2 maart dat jaar wordt er op het huis van een buurman geschoten. Het lijkt erop dat het huis van M. het eigenlijke doelwit was. Kort daarop volgen invallen in bedrijfspanden van Enetcom, het bedrijf van M. Die daarbij wordt aangehouden en drie maanden in voorarrest komt te zitten. Servers van het bedrijf in Canada worden doorgespit en bevatten informatie van criminelen... Die nu boos zijn doordat gevoelige informatie in handen van de politie is. Ook zijn er delen van sommige telefoons gewist door het bedrijf van M. Reden voor justitie om hem te verdenken van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschriften. Door directe aanleiding van de sluiting van het huis gisteravond is een auto waarin een automatisch wapen met munitie is aangetroffen. De auto is in de buurt van het huis gezien en elders in Nederland aangehouden. Maar burgemeester Bruls vindt dat Danny M. met zijn gezin naar een veilige plek moet, omdat zij en de buurt gevaar lopen.